Oké, welkom bij de behind the scenes van mij. Het is voor mij. We hadden gisteren Roenspan gehad. Nou, die video kwam iets later, maar maakt al niet uit. Ik heb een gast bij me. Ze is helaas Australiaans. Ze heet Yummies. Ze is hier nu niet naast me. Kijk, ik had een emotie. Yummies! Yes! Alright. Zo, als ik tegen haar praat, moet ik het Engels doen. Dan horen jullie ook Engels. En dan horen jullie ook Engels weer terug van haar. Maar dat maakt niet uit. Want ik ben... Wauw, die emotie kwam laat. Ze zit hier bij me omdat ze heel enthousiast is van de update. We beginnen met dat iedere weekend een bonus XP geeft ergens in. Wat, waarbij je dus op het nieuws moet kijken. En dus ook extra loot. Dat is de May Madness. Nou, oké. Dat is dus nog eigenlijk het slechtste nieuws. Zo gezegd. Dan hebben we Bonfires. Dat is voor free-to-play. Net als Roenspot ook een free-to-play update. Waarbij je dus zeg maar als je een log verbrandt. Dat je dan logs bij kan gooien voor... Nog meer XP en dan laat je ook een spirit vrij. En als je op koekt, krijg je ook bonus cooking XP. Verder hebben we nog een nieuwe quest. Song from the Depths, dat is een members only. Dus dit keer, jammer free to players, niks. Je hebt er geen requirements voor nodig. En hogere level sprayers zullen zien dat een range wapen verbeterd kan worden. En een soort buff waarbij je minder damage krijgt. Vervolgens, waarbij iedereen al op zat te wachten, is Queen Black Dragon. CJ Depp. Jij! Dragon Kite Shield! Woehoe. Ja, hij dropt het, ze dropt de Dragon Kite Shield. Je kan hem solo doen. Combat 120 is aangeraden. We zullen laten zien dat de Combat 100 waarschijnlijk ook zo weer is. Hey bloody. Ja, en verder nog steeds in een grote dungeon. Waarbij je van gewoon ook nieuwe Slayer monsters. Waarbij je gewoon kunt trainen van boven naar beneden. Van iedere combat level. En ja, laten we nagaan zoals ze groot is dat in haar mond alleen al 5 Kingdom Dragons passen. Maar je kan dus met de groep naartoe of alleen. En er zal ook een nieuwe soort serie set van Dragon items uitkomen. En als laatste, wat ieder jaar terugkomt, is de Cryptic Clue Fest. Ook voor free-to-players. En daarbij zal ik dus ook iedere dag een uit laten zien hoe je aan het antwoord komt of hoe het eigenlijk werkt. Zo, Tap-Tap. Yes. What's your opinion about the whole week? Looking for the month, looking good. I am looking forward to it. Let's hope Jagex throws Optimus in as well. Because, yeah, that'll make it a real epic month. But, yeah, no, the whole bonfire thing and the extra cooking XP, all looks good so far. And, yeah, hopefully it will be a good month for everyone. Okay, nou, ik hoop dat jullie Engels kunnen. Ze is gewoon heel trots op, ze kijkt er naar uit. En waarschijnlijk kunnen we ook Optimus vrachten, of dat zeker is, weten we nooit. Want ze kunnen niet aankondigen vanwege de botters. Dus als Optimus komt, dan beste maand ooit. Yay! Jij? Yay! Jij? You know, like, yelling, woohoo! Woohoo! Yay! Woohoo! So, I know you guys missed... You know, my last video, the end of success, but now I'm doing it in English, so, dab dab. Just say good luck to the people. Good luck, everyone, and, I hope this month is a really good month for everyone. I really do. No, you have except first... Except for the bots. Whoa, you're first to talk, and in the end, you say good luck, and then I can put F9. Alright, again. Yeah. Woohoo! Good luck!